bijzondere van Amsterdam, dat heb ik, vond ik ook altijd in de tijd dat ik burgemeester was, heb ik ook heel vaak gezegd. Mensen willen naar die stad komen omdat ze hier het gevoel hebben dat ze hun talent tot ontplooiing kunnen brengen. Ja. En dat kan hier. Dat is de ene kant en dat is hartstikke mooi. En tegelijkertijd zie je ook dat er ook echt hele groeperingen zijn die die aansluiting dus missen. Daar hebben we het, daar heb jij het ook over. Ja. Daar ben ik het dus zeer mee eens. Ja. Vrijheid is, nou, Amsterdam is sowieso wat dat betreft wel mijn stad. Hier kan ik zijn wie ik wil zijn. Als je kijkt wat hier allemaal op gebied van art tot fashion, van muziek tot, nou, noem het maar op, eten, drinken. Wat hebben we hier? We zijn klein, maar we zijn heel groot. Het is gewoon een van de meest liberale plekken ter wereld, Amsterdam. Daarom kwam ik naar Nederland, weet je, voor de vrije gevoel en de seksuelvrijheid. Maar gewoon de vrijheid van Nederland, maar vooral Amsterdam. Ja. Ik ben gewoon heel blij dat ik hier woon en ik ben heel trots op Amsterdam. Zullen we even net doen, hè? Ja. We hebben echt gewoon veel dingen doen in heel Nederland, maatschappelijk, maar ook gewoon een poesje. Waar komt dit maatschappelijke vandaan bij jou? Dat zou ik niet weten. Gewoon sinds mijn 11e ben ik een beetje in de wijk begonnen. Een beetje mensen lopen te interviewen, met projecten meegedaan en zo. Ja. En daarna, na dat dus, heb ik niet gedaan. Toen ben ik een beetje verhuisd naar de Aker eigenlijk, naar de buurt Aker. Ja. Daar kwam ik in huis van de wijk de Aker en daar ben ik het een beetje begonnen. Ja, vrijheid, dat betekent eigenlijk voor mij een heleboel. Eigenlijk wat ik zelf zie is vrijheid, echt gewoon dat ik niet dat ik doe kan wat ik wil. Dat ik een mogelijkheid is naar dingen waar ik zie en wat ik wil doen, bijvoorbeeld. Dat zie ik dan een beetje vrijheid eigenlijk. Ja. Ja, jij bent wel een goed voorbeeld, denk ik, van dat je op zo'n jonge leeftijd zoveel dingen gedaan krijgt. En dat wel... Dus ik heb de vrijheid bijvoorbeeld om evenementen te organiseren, dat is een budget mogelijk en ik kan dat doen. Iedereen kan doen en laten wat hij wil, zonder enige haat. En met respect met elkaar omgaan. Dat is voor mij vrijheid. Ergens vind ik ook dat als je als festival of als dansorganisatie zo'n massa mensen aan kan spreken. Ja. Er zijn natuurlijk veel grotere festivals of evenementen dan Milkshake. Doe daar wat mee. Ja. Je hebt zoveel power eigenlijk. Ja. Dus het allemaal het God is een DJ-verhaal. Doe er wat mee. Maak die mensen wakker. Hi. Hoi. Heb je deze nodig? Ja. Ja. Ik geloof er echt in dat als je jongeren in de leeftijd, ik geef ze in de leeftijd van 12, 13, 14, 15, 16, 17, geef ik ze les. Ik geloof er echt in dat als je ze naar elkaar laat luisteren, dat er dan automatisch meer empathie en meer begrip voor elkaar ontstaat. En ik denk dat dat begrippen zijn die heel erg dicht bij het woordje vrijheid liggen. Goed. En wat ik bij jongeren zie, langzamerhand, is dat er steeds meer begrip ontstaat voor anderen. En dat er steeds meer begrip ontstaat voor... meisjes die op meisjes vallen, op jongens die op jongens vallen, of op beide vallen. Ik zie daar echt wel een soort van een omwenteling in ontstaan, heel langzaam. Dat zie ik ook. Ik zie dat de jongste garde op Milkshake heeft wat, natuurlijk hebben mensen hun eigen familie-issues vanuit de kast komen, maar hebben minder issues om te zijn wie ze willen zijn. Ik voel wel echt degelijk dat ik, waar ik ook ben in Amsterdam, dat ik kan zeggen en maken wat ik wil. Ja. Ik kom hier vandaan, ik ben hier geboren en getogen. Ja. Ik ga hier waarschijnlijk ook gewoon dood. Ja. Dat hoop ik. Ja. En Amsterdam is de ultieme thuisbasis, maar ik denk ook dat er zijn heel veel toeristen hier, hè? Die komen natuurlijk hier, omdat ze weten van oh, Amsterdam is echt vrij, hier kan alles. Zeker. Dit is misschien wel the land of the free, the city of the free. Ja. Dus, Amsterdam, de drie kruisjes, is bijna een symboliek voor vrijheid. Ja, 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 ja.
Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je kan zeggen wat je wil. Dat is het belangrijkste. Hè? Je komt ook wel in landen waar je dat niet kan doen. Nee. En dat daar geniet ik wel van. Ook al zeggen sommige mensen de meest idiote dingen. Tot op zekere hoogte geeft het wel een goed gevoel dat je kan zeggen wat je wil. Voor mij betekent Amsterdam toch? Ja. Voor mij is dat wel, je ziet me natuurlijk ook binnenkomen, dat ik gewoon kan rondlopen in wat voor kleding en hoe ik eruit wil zien, dat gewoon kan. Ja. Zonder dat daar een probleem wordt gemaakt. En dat er gewoon diversiteit getoond wordt in deze stad. En dat is nog te weinig naar mijn idee, maar het is, ik kan wel gewoon dit doen. In plaats van, ik word niet in elkaar geslagen of ik word niet... Ja, ik word wel eens nageroepen of zo, maar het is, ik kan het hier wel doen. Ik durf het hier wel. En dat is wel Amsterdam voor mij. Ik geloof ook heel erg dat iedereen die naar Amsterdam komt of in Amsterdam is, iedereen is hier gekomen voor een eigen aparte reden. En dat we van die vrijheid hier mogen voor een bepaalde vrijheid. Die dan al niet als je uit Arnhem of uit Breda of waar dan ook vandaan komt, vanuit een ander land. Mensen komen toch hier altijd wel voor hun vrijheid. En dat is iets waar deze stad toch wel ook wel is op gebouwd. Dat is waar wij, ik zeg dan wij omdat ik een geboren Amsterdammer ben en mijn ouders hier ook zijn geboren, ook trots op zijn, hè? Amsterdam, die stad waar alles kan. Ja, maar wat ik wilde zeggen is dat het belangrijk is dat de vrijheid en 5 mei ook wordt begrepen door een generatie die dit niet heeft meegemaakt en die geen voorouders heeft, misschien ook in Nederland, en wat het voor hun kan betekenen. En dat is een bepaalde link en lijn die gelegd moet worden van beide kanten. Waar komt jouw inspiratie? Waar mijn drive vandaan? Wat is jouw drive, man? Ja, vertel het me. Ik ben Amsterdammer. Oké, dat is één. Daar begin je mee. Dat is nummer 1. Dus ik ben ook echt een trotse Amsterdammer. Ik ook. En ik heb een heel leuk leven gehad. Ik heb echt geluk dat mijn wiegje A in Nederland heeft gestaan en B in de familie waar die gestaan heeft. Mm-hmm. Mijn ouders die hadden vroeger kledingmerken. Die hadden allemaal homo's en lesbo's. Die werkten voor hen als ontwerper. Die waren dus, er al. Ja, die waren er al. Dus bij ons was altijd gekkigheid en modeshows. En ik mocht allemaal lekker. En wil jij op hakken gaan lopen en je jurkje aantrekken? Nou, dan doe je het even lekker. Maak nog een foto. Ja, en vooral ook niet te veel nee moeten horen. Dat, als je ons dat nee hoort. Ja. Dus denk vooral in mogelijkheden en in uitdagingen. Ja. En dan is er hier in Amsterdam heel veel mogelijk. Ja. Dan krijg je, want dan moet je kijken wat de gemeente die wij hier hebben. Als je met goede plannen komt en je hebt echt goede onderbouwing, dan vind je hier steun en dan kun je hier wat van de grond krijgen. Nou, wat een mooi einde, heren. Santé. Santé, dankjewel. Ik wil jullie danken voor de inspirerende woorden. Een gedeelte van mijn wens is vandaag uitgekomen. Ik heb mensen zien connecten en vertellen over de mooie stad die wij hebben. En vertellen over de vrijheid. En ik wens jullie het beste. Vier de vrijheid. Cheers.